Welkom bij Beaumonde Industries. Ik ben Beaumonde en vandaag ga ik het hebben over duizendblad of Achillea millefolium. Het is een kruid uit een familie die al eens aan bod gekomen is op dit kanaal, namelijk de Asteraceae samengestelbloemigen of composietenfamilie. Het is een handig kruid om te kennen omdat het zo overvloedig aanwezig is en op veelzijdige manieren ingezet kan worden. De mens gebruikt duizendblad al zeker van 2500 jaar voor Christus. Duizendblad is een zeer algemeen kruid met een wijd verspreidingsgebied. Het is inheems in de gematigde en subtropische gebieden van Europa en West-Azië, maar het heeft met behulp van de mens vrolijk zijn verspreidingsgebied uitgebreid naar Noord-Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. Het is een pioniersplant die graag op verstoorde bodems als eerste weer opduikt. Hij kan tot 90 centimeter diep wortelen en plant zich ook voort met ondergrondse wortelstokken. Duizendblad is helemaal niet kieskeurig over grondsoorten en groeiomstandigheden, maar verkiest wel een goed waterdoorlatende, matig vruchtbare bodem met weinig calcium in de volle zon. Als deze voorkeuren niet worden vervuld, past duizendblad zich makkelijk aan. Mede door zijn flexibele opstelling is duizendblad zeer polymorf. Dat wil zeggen dat er bij dezelfde plantensoort subtiele, toch duidelijke, morfologische verschillen kunnen zijn. Duizendblad kan bijvoorbeeld klein, hard, dicht bij de grond en onderontwikkeld blijven bij barre omstandigheden. Deze plant kan heel wat wind en kou verdragen. Het is een vast, overblijvend en winterhard kruid. Een snelle groeier die normaal tussen de 30 en de 70 centimeter hoog wordt, maar ook een hoogte kan bereiken van 1 meter. Van juni tot oktober, of zelfs november, kunnen we duizendblad bloeiend terugvinden. Zolang de bloemen eraan staan, is duizendblad erg makkelijk te herkennen. Om te beginnen determineren, is het logisch om eerst de juiste plantenfamilie vast te stellen. Daarom kijken we eerst naar de bloemen. Het is handig om hiervoor een loepje op zak te hebben, zeker als je zicht niet optimaal is. Maar in principe kun je het zien met het blote oog. Iets wat eruit ziet als één bloem, is in werkelijkheid een compositie van meerdere verschillende kleine bloemetjes. Dat is het kenmerk van de composietenfamilie, of de samengesteld bloemigen, of in het Latijn de Asteraceae. Zo een samenstelling van bloempjes noemen we een hoofdje. Ze kunnen voorkomen met twee soorten bloempjes. Duizendblad heeft ze allebei. In het midden van het hoofdje staan de buisbloempjes. Die zien er, zoals de naam het al zegt, uit als buisjes. Bij duizendblad zijn er dat 15 tot 20. Ze zijn geelachtig wit, soms roodachtig. Ieder buisbloempje brengt een klein langwerpig nootje voort. Het zaad. Rond de buisbloempjes staan 4 tot 6 lintbloemen, die wij ervaren als bloemblaadjes. De lintbloemen van duizendblad zijn breder dan ze lang zijn en worden tussen de 2 à 5 mm lang. Deze zijn meestal wit tot roze, maar kunnen ook rood zijn. Gewoon duizendblad bloeit dus met valgeel tot roze bloemhoofdjes, die soms ook in het wild rood kunnen zijn. Natuurlijk bestaan er ook siervariëteiten met knalrode, roze en gele bloemhoofdjes. Ik vind ons gewoon duizendblad al sierlijk genoeg. Een ander typisch kenmerk voor de composietenfamilie kunnen we ook aan de bloemen zien. Ieder hoofdje is omwonden door gereduceerde groene schutblaadjes, de omwendselbladen. Het omwendsel van duizendblad is ongeveer een halve centimeter breed en is opgebouwd met omwendselbladen die als schubben gerangschikt staan. De rechtopstaande bloeistengel van duizendblad vertakt zich pas ruim boven de helft. Let goed op de bloeiwijze hier, dat is belangrijk. Het is een tuil. We kunnen een tuil herkennen aan de manier waarop de bloeiwijze zich vertakt. De meestal talrijke hoofdjes komen zo ongeveer in één vlak te liggen. We zien hier duidelijk dat niet al de vertakkingen uit hetzelfde punt komen. Ze hebben verschillende lengtes om de eindstandige hoofdjes
in hetzelfde vlak te krijgen. Dat kan een plat vlak zijn of een meer bolle vorm of eivorm, maar bij duizendblad is het min of meer een plat vlak. Een tuil wordt ook wel eens een schijnscherm genoemd. Een scherm is een andere soort bloeiwijze, waarbij de bloemen ook samen in één vlak of bouwvorm komen te staan. Schermen en tuilen worden dikwijls met elkaar verward. Hier zit de valkuil. Schermen zijn namelijk een kenmerk van een andere botanische familie, van de schermbloemigen. Onder deze familie zitten heel wat kruiden die je liever niet consumeert, zoals de gevlekte scheerling en het fluitenkruid. Als je dus een scherm van een tuil kunt onderscheiden, ben je al een heel eind. Het is helemaal niet moeilijk. Het enige wat je moet doen, is kijken naar de manier waarop de bloeiwijze zich vertakt. Komen de vertakkingen niet allemaal uit hetzelfde punt, zoals hier, dan is het een tuil. Komen de vertakkingen wel allemaal uit hetzelfde punt, zoals hier, dan is het een scherm. Dan gaan we naar de bladeren. De bodembladeren staan in een warrige roset. Dit is een volledig grondblad. Je ziet een bladsteel die overloopt in een duidelijke middenarf. De bladvorm is langwerpig lancetvormig. Dat wil zeggen dat ze een lengte-breedte verhouding hebben tussen de 2 en de 5. Dus dat de breedte minstens 2 keer en maximum 5 keer in de lengte past. Bij de grondbladeren is het een beetje lastig om te zien. Ze kunnen ook wel een beetje langer zijn, vooral de grondbladeren. En tussen de 5 en de 15 centimeter lang. Nogmaals, de grondbladeren kunnen echt wel langer worden. Ze hebben aan de bovenkant een zachte beharing. Zo is het een beetje moeilijk te zien, maar met de loep is het duidelijk. Opvallend is dat de bladeren heel diep ingesneden zijn. Daarom heeft duizendblad wel 1000 blaadjes. Dat hoor je ook in Achillea millefolium, de Latijnse naam van duizendblad. Mille is 1000 en folium zijn bladeren. Die blaadjes zijn deelbladeren. Maar blaadjes is ook een correcte botanische naam voor deelbladeren. Als je de deelblaadjes goed bekijkt, dan zie je dat ze zelf ook nog eens diep ingesneden zijn. En nog eens. Daarom zijn deze bladeren 2- tot 3-voudig geveerd. Omdat het blad tot op 2 tot 3 niveaus diep ingesneden is. 1, 2, 3. Nog een kenmerk van die deelblaadjes is dat de uiteinden spits toelopen. Ook hier is een loop handig, maar niet noodzakelijk. De bloeistengel staat, zoals ik al zei, rechtop, is fijn behaard en houtig hard. De doorsnede van de stengel is hoekig en gegroefd. Op de bloeistengel zitten de bladeren, die er hetzelfde uitzien als de grondstandige bladeren. Bladeren die zitten, zijn ongesteeld. Als het duizendblad nog niet in bloei staat of de bloeistengel is nog niet aanwezig, kun je hem dus makkelijk verwarren met tal van schermbloemigen. De meeste vergissingen gebeuren als mensen al te snel een oordeel willen vellen over de identificatie van een plant. Wat je op het eerste zicht denkt te herkennen, zou ook wel eens iets anders kunnen zijn. Neem je voorzorgen, zo hoef je niet te twijfelen. Je kunt bijvoorbeeld alle kenmerken op een briefje schrijven. Als je duizendblad gaat zoeken, ga je die kenmerken na en zo ben je zeker dat je de juiste plant plukt. Een bekend traditioneel gebruik met gekneusde, gekoude of verpoederde bladeren is deze aanbrengen op bloedende of moeilijk genezende wonden. Ze hebben dan ook een bloedstollend, ontstekingswerend en granulatiebevorderend effect. Dat laatste wil zeggen dat ze ervoor zorgen dat het weefsel zich sneller herstelt. Ze kunnen dan ook gebruikt worden bij neusbloedingen, ontstekingen in mond en keel, in zetbaden ter verlichting van hevige menstruatie of bloedingen na de zwangerschap, ontstekingen, bloedende aanbijen, spataderveren enzovoort.
Ook inwendig kan duizendblad hiervoor ingezet worden. Het kruid heeft een relatie met ons bloed en heeft een ontstekingswerende en ontspannende werking op de vaatwand. Hiervoor gebruikt men meestal een infusie of tinctuur. Duizendblad heeft een baarmoederstimulerend effect. Het kan gebruikt worden om uitblijvende bloedingen te stimuleren of om hevige bloedingen te temperen. Het mag dan ook niet klakkeloos gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Het doet bloedstollen waar het niet moet zijn, maar anderzijds heeft duizendblad een eerder bloedverdunnend effect. Het kan daarbij ook helpen met de preventie van trombose. De ontstekingswerende, krampopheffende en ontsmettende werking van duizendblad heeft ook zijn effect op de luchtwegen. Daar helpen ze met het ophoesten van taaie slijmen. Het is een tonicum voor de slijmvliezen van de luchtwegen, als ook voor het spijsverteringskanaal. Duizendblad kan ingezet worden bij tal van spijsverteringsproblemen en kan zowel verwerkt worden in aperitieven om de eetlust op te wekken als in digestieven om een maaltijd beter te verteren. Hiervoor gebruikt men wel eens het verse sap. Het is een bittere, scherp smakende plant. Bloem en zaad hebben een sterkere smaak dan het blad. Het rijper zaad zou kunnen gebruikt worden als vervanging van peper. Dat is iets wat ik nog wil proberen. Verschillende plantendelen kunnen in uiteenlopende bereidingen verwerkt worden. Zo zijn er van februari tot april de bodembladeren, tot september de malsere bladeren onder de bloeiwijze. Maar als het warm genoeg is, tegen september zoals nu, komen er ook weer verse bodembladeren naar boven. Even kijken. Ja, hier. Die makkelijk verwerkt kunnen worden in de keuken. Voor medicinaal gebruik wordt het bovengrondse kruid geplukt om gedroogd te worden en verwerkt heel het jaar door zonder de houten gestengel. Van mei tot juni zijn er de bloemknoppen die gebruikt worden als smaakmakers en van juni tot oktober of zelfs november kunnen de bloemen hiervoor gebruikt worden. Duizendblad is een zeer gul en overvloedig aanwezig kruid, maar overdrijf niet met de inname ervan. Gebruik het ook niet langer dan een maand aan een stuk en maak geen pure duizendbladsoep, maar gebruik het als een toets in gerechten, dranken en andere bereidingen. De aangewezen dagelijkse medicinale dagdosis voor een volwassene bedraagt 4,5 gram van het gedroogde kruid of 3 gram van de bloemen. Zoals altijd bij het gebruik van kruiden doe je onderzoek grondig en of roep de hulp van een professional in. Zeker als je medicatie neemt, zwanger bent of aandoeningen hebt. Sommige mensen kunnen zowel van het inwendig als het uitwendig gebruik van duizendblad een allergische reactie vertonen. Ze krijgen dan in combinatie met zonlicht een jeukende huiduitslag. Gelukkig kunnen we duizendblad nog op duizenden andere manieren gebruiken. Zo kunnen we met de bladeren en de bloemen wol, geel, groen, oranje en bruin kleuren. De zaden kunnen dan weer gebruikt worden in potpourri of geurzakjes. Verder wordt duizendblad al duizend jaar gebruikt voor magische doeleinden door verschillende culturen op uiteenlopende manieren. Het hoofddoel is hier meestal bescherming en als hulp bij voorspellingen. Vond je deze video leuk? Geef me dan een like. Wil je meer te weten komen over kruidige planten? Abonneer je dan op dit kanaal, Beaumonde Industries. Bedankt voor het kijken en tot snel. Krijg je niet genoeg van dit kanaal? Wil je nog meer te weten komen en wil je mij zien groeien? Kijk dan zeker eens op mijn Patreon. Dat is een digitaal platform dat de mogelijkheid biedt voor fans om Beaumonde Industries te steunen. Zodat ik meer vrijheid krijg om eraan te werken, nog veel tijd kan steken in kwalitatieve video's maken en verdere ideeën kan uitwerken. Zonder die steun is het veel moeilijker om te groeien. In ruil hebben we meer interactie, geef ik uiteenlopende kruidige content terug en hou ik je op de hoogte van mijn persoonlijke ontwikkeling. Check het maar eens via deze link. Ik kijk er naar uit je daar te zien.